We zijn dus aangekomen bij deze grote, mooie McDonald's. En wat er in deze McDonald's gaat gebeuren, verwacht je nooit. Oké, we zijn dus bij de voorkant terechtgekomen. En ja, we gaan zien wat er dus van binnen gebeurt. Dus laten we een kijkje gaan nemen. Hey, zou ik alsjeblieft één Happy Meal mogen van u? Ja hoor, dat is goed. Het zijn wel gingerbread Happy Meals, maar ik zou zeggen, pak ze maar. Daar ligt hij dan, de Happy Meal. Hij neemt de Happy Meal dus mee naar huis. En jawel, dit is dus zijn fantastische, mooie iglo. En wat gaat hij er doen? Inderdaad, zijn Happy Meal uitpakken. Hij komt dus binnen en hij legt de Happy Meal dus neer. Zo, ik heb eigenlijk wel hele grote honger gekregen na een hele dag werken vandaag. Laat ik lekker gaan eten. Maar wat hij niet weet is dat gingerbread in de Happy Meal zat. Zal leven in gingerbread zitten. Daar komen jullie achter in deze video. Hallo, mijn naam is gingerbread en ik wil dat je like. Als je dat niet doet, dan komt het niet juist. Dus weet je, mensen liken. It's the most wonderful time of the year. Oké, mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Like even deze video 3 seconden tijd. Anders is het een grote kans dat de horror gingerbread naar je huis komt. Mensen, ja, vandaag gaan we een gingerbread Happy Meal openen. Maar waar zijn we, vredesnaam? Het is kapot koud hier. Mensen, weten jullie waar we zijn? Ja, je bent bij Alaska. Bij Alaska? Oh my god, dat is wel heel erg koud. Alaska, dat is vlakbij de kerstman. Woont hij hier zo? Ze hebben wel waarnemingen genomen dat de kerstman hier zou moeten wonen. En is de echte kerstman of iemand die speelt als de kerstman? Iemand die wel speelt als de kerstman, denk ik. Maar ja, weet ik niet. Moet je mezelf even kijken. En is hier ook een McDonald's in de buurt? Oh, maar nee. We hebben onze eigen gezellige community. Kijk dat huisje daar zo. Is dat niet gezellig genoeg of zo? Tuurlijk wel. Ik zou zeggen, neem een kijkje. Kijk, doe meneer. Dankjewel. Oké, we gaan eens even een kijkje nemen in dat grote huis daar zo. Ja, dan moeten we een kijkje nemen. En het schiet er heel gezellig uit. Dus laten we even gaan kijken. It's the most wonderful time. Oh, sorry mensen. Hey, hoe gaat het met iedereen? Hallo. Ho, ho, ho. Zou ik deze fles champagnefles mogen drinken? Ja, maar natuurlijk. En hoeveel kost dat? Ik deel uit dit keer. Oh, dat vind ik super lief van jou, kerstman. Ik zou zeggen, tas toe. Oké, mensen, we gaan even drinken. Ik heb dorst. Oké, moet het niet laten vallen. Maar in ieder geval, jeet. Hoppakee, lekker man. Oh, het zit lekker in champagne in mijn gezicht. Oké, heerlijk. Laten we even boven gaan kijken. En ja, dit is ook wel een mooie verdieping. Allemaal cadeautjes. Mag ik eentje meenemen of niet? Ja, de kerstman is jarig toch? En een lieve kerstman, dus ja. Oké, wat gaan we meenemen? Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Maar ja, weet je, het is niet van mij. Het is voor de buurtbewoners hier toch? Hey, niet op slaan, jongman. Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Nou ja, in ieder geval, we gaan eens even verder kijken in het huis. Wat is er nog meer? En wat is hier boven? Oh my god. Silvio. En dat is een cadeau voor Silvio neergelegd. Dat vind ik wel heel lief. En voor Peppa. Maar helaas zijn ze dus overleden in... Oh my god. Al zo lang geleden. Maar ja, ik snap het wel. Weet je, kerst hoort ook natuurlijk bij hun. En ja, kerst draait natuurlijk ook om liefde en alles. Dus ja. Oh, dat vind ik heftig. Maar in ieder geval, we gaan even verder kijken. We gaan even kijken of we ook even wat koekjes kunnen laten bakken bij deze mevrouw. Als goed. Het is wel een meneer, wat er ook woont. Want deze maakt namelijk koekjes. Gingerbreads. Ik vind het altijd wel lekker van die gingerbreads, weet je wel. Wat vinden jullie van gingerbreads? Laat even achter in de comments. Zo, jongeman. Hey, meneer. Zou ik alsjeblieft wat gingerbreads mogen van u? Ja, maar natuurlijk mag jij gingerbreads. Oké, ligt er al eentje klaar, of niet? Ja, die kunt hem al in overleggen. Mag ik dat zelf doen? Ja, doe maar als je het leuk vindt. Ja, natuurlijk. Oké, gingerbread, daar ga je dan. Oh, we gaan je even roosteren, man. Wow, yo. Oké, gingerbread, het gaat dus geroosterd worden. Meneer, echt super bedankt, man, dat gingerbread even mag laten maken. Ja, geen dank. Ik ben gewoon een hele lieve oude man. Nee, je hebt gelijk. Ik vind je echt lief, ja. Want jij doet het wel even gewoon... Nou, dat vind ik wel fijn om te zien, man. Ik zou zeggen, neem even plaats. Zou ik even plaats nemen? Is dat goed? Ja, maar natuurlijk. En, wat? Gingerbread? What the hell? Meneer, wat is dit? Meneer, dit is geen normale gingerbread. Hey, wat? Wat is met deze gingerbread aan de hand, bro? Oh my god. Die schiet me gewoon even overhoop. Nou, nah, in ieder geval, we hebben gingerbread met te pakken, maar... Meneer, dit is geen echte gingerbread, toch? Die is goed tot leven gekomen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar misschien is hij over de datum. Over de datum? Hallo? Hij loopt hem af, die gingerbread. Meneer, dat is niet over de datum, hoor. Oh, sorry. Nou ja, oké, meneer, ik laat je hier met rust. My god. Wat is dit voor fratsen, man? Ik zeg je eerlijk. Maar goed, we gaan even door naar het volgende huisje. En hier is de kerstman. Oh my god. Gaan even kijken hier zo. Wat is hier gebeurd? Hoi, meneer, gaat alles goed met u? Meneer, wat is met jou gebeurd? Oh my god. Dat meen je niet. Huh? Wat? De kerstman? Hey, waarom doe je dit? Kerstman, stop hiermee! Hallo? Stoppen! Oh my god. Oh, dit is niet goed. My god, die kerstman zit aan mij te schieten, hè? Wat een rot, kerstman. Alright, gaan even naar binnen toe, want we moeten toch even bij een iglo gaan kijken. Hier zo. En ja, hier moet hij dus zijn. Yes, 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 yes. Een pizzadoos. En hey, kerstman, wat schoot je dat op mij? Ho, ho, ho. Ik weet niet waar je het over hebt. Nou, jij weet dat volgens mij wel heel goed, meneer. Doe zo zo snel. Weet je het zeker? Ja. En oké, wel een lekker broodje. Mag ik die opeten? Nee, die is voor mij. Anders heb je een probleem. Jij denkt net ook al met de kerstman. Hallo, kom op. Hey, blijf van de raam af. Sorry, meneer. Ik wil een McDonald's vinden. En ik zie hier maar geen McDonald's. Ik zie alleen maar iglo's en zo. Allemaal heel leuk hoor, zo'n huis. Maar ik zweer het je, dit is niet goed. Eerlijk, zo'n huis is wel echt chill. Oh mijn god. En ja, wat is met deze deur, jongen? Ik zweer het je. Oké. Zo. Hoppakee. Dan laten we niet toe, kerstman. Zo. Boom. Daar lig je dan. Tussen 6 planken. Yo, yo, yo. Oké, we gaan nog even heel gauw hier moeten kijken. En daarna gaan we wel even weg. Want hier hebben we niet echt lang meer te zoeken. Dus ja, either way. We gaan even een duik moeten nemen. Het is... ijskoud. Ja, het is een winter hier, maar goed. Oké, we gaan even de trap op. En wat is dit dan? Een boomhut of zo? What? What the F? Wat is dit voor boomhut dan? Ik ben hier nog niet eerder geweest. En huh? Wat is hier aan de hand? Oh my god. Hey. Nee. Van naar beneden jullie. Van naar beneden. Kom op. Oh my god. Nog een kerstman hier? Oh, nee. Dit meen je niet.
Zo, hoppakee. Zo, is er nog ergens een kerstman of hebben ze hem allemaal te pakken? Wat gebeurt hier ook allemaal in deze wereld? Ik denk dat ze allemaal hebben. Ik denk het. Oké, ligt hier eentje? Misschien even een kerstman? Nee, weet je wat mensen? We gaan de bus pakken. Dus we gaan lekker met de bus vandoor. Oké, mensen, we gaan dus door naar de volgende stad. Zo, ik ben dus aangekomen bij de volgende stad. En jawel, eindelijk toch afgezet bij de McDonald's. Dat is natuurlijk wel heel erg prettig. Dus we gaan even bij de McDonald's kijken. En ja, we moeten toch even iets bestellen. Dus weet je wat? We gaan hier naar binnen toe. En ja, we pakken even de box, weet je. Oh my god, ik ben echt wel benieuwd wat erin zit. Dus laten we de box even hier neerzetten. Maar we moeten ook even de box openmaken natuurlijk. En wat doet Ronald hier trouwens? Ronald, wat doe jij hier, hè? Kom even zitten, jij. Kom aan. Niet zo... Ja, hoppa. Je bent vervelend. Even serieus. Hier hebben we de Happy Meal. Dus weet je wat? We gaan de Happy Meal ook even openmaken. Oké, pak even de dingen bij. Dus 3, 2, 1 en... En oh my god, wat is er uitgekomen? Een gingerbread? Wow, yo. En wat gebeurt hier nou allemaal? Ik zweer het je. Ik vind het eng worden nu. Wat zie ik allemaal buiten lopen? Ik zweer het je. Ik vind het helemaal niks dit. Oh, yo. Nee. Je gaat dat niet doen. Staan. Nee. Blijf van me af. Wow, yo. Wat gebeurt hier ook allemaal? Wat? Huh? What the hell? Gingerbread? Sinds wanneer zijn ze tot leven gekomen? Wat? Ik zat hier bij de man in de huisje, toch? Nee. Jij gaat dat niet doen. Nee. Oh my god, heb ik niks anders? Kom maar hier, jij. Nu heb ik een kettingzaag, hè? Nee. Niks doen. Zo, hoppakee. Kan je zagen, vriend? Wat? Hoezo doet hij geen damage? Wat is dit? Oké, we gaan deze ook even pakken. Kom maar hier zo, hè? Zo. Ik ga even iedereen pakken hier zo. Ik zweer het je. Ik ben zat hier zo. Hoppa. Oké, lig je dan? Ja. Top. En er is er nog eentje. Die loopt hier ook nog. Maar ja, we moeten even de koning gaan zoeken. Want wie is de koning Gingerbread dan precies? Nou, in ieder geval, we hebben ze allemaal te pakken. En dat komt natuurlijk mooi uit. We hebben in ieder geval politieauto gevonden. Dat betekent maar één ding. We gaan even gauw op rood met de politieauto. Oh, ja, wel. En dat betekent maar één ding. We moeten even naar het water toe. En even kijken wat er nou precies aan de hand is. Oké, daar is het dan. En wat? Wat gaat hier nou weer gebeuren? What the hell? What? Oh my god. Choo-choo Charles is daar. No way. Oké, pas op. Oké, probeer het te zagen. Nee. Hey. Ik word helemaal weggeblazen hier. Choo-choo, niet doen. Doe het normaal. Choo-choo. Zo. My god. Hij is niet dood te krijgen, zeker of wel? Hij is epic, man. Oké, weg. Ah, daar is hij. Hij komt achter me aan. Oké, daar gaan we. Snel. Weg. Oké, zijn we weg van hem? Ja. Oké, Choo-choo, we zijn weg van jou. Ja. Hij mag niet achter me aan zitten. Weet dat Choo-choo snel is, maar in ieder geval... We hebben het te pakken. Oké, dames en heren. En we gaan dus gelijk door naar het volgende doelwit. Oh my god, wat zal dat nou precies zijn? No way. Oké, dus hier moeten we naartoe. En ja, wat is dit? Overal boze kerstmannen. No way. Moet ik ze doodrijden? Is dat misschien verstandiger? Gaan we dan. 1, 2, hoppakee. Die kunnen wel even vlieglessie gebruiken. Weet je, ik kan ze zagen. Ja, pakken we. Hoppakee. Jij ook? Zo. Even allemaal neerzagen, die kerstmannen. Oké. Zo. Wat ik maak herrie, joh. Maar dat maakt niet uit. We gaan ze pakken. Oei, ze hebben me gehoord. Oké, die ook. Oké, is er nog iemand? Daar is een kerstman. Hoppa, lekker voor je. Ik wil nog even weten of er eentje is. Is er nog eentje over? Ik denk dat ze binnen zitten. Oh nee, pas op. Wacht, daar zit een baby, man. Er zit een baby binnen. Nee, die moet even redden. No freaky way. Oei. Nee, pas op. Zo, hoppakee. Oh, ik meen niet. Is er toch weer kerstman hier zo? Ik hoop het niet, maar we kunnen wel even kijken. Daar is er eentje. Pakken die handel. Pakken, jongen, kom. Hier, blijf even die baby af, hè. Dit is de badkamer. Dat is ook een... Wat is dit dan? Ik weet niet wat het is. Maar either way, is het niet best, maar wat er gebeurt nu? Oké, boven zit ze ook zeker, of niet? Ja, sowieso wel. Op de gang? Ja, daar zo. Zo, alright. Niet doen, jij vriend. Oh my god. We hebben het niet wat te pakken, man. Oh my god. Oké, wat gebeurt hier nu? Wat is er gebeurd? De baby is weg. Of is hij in de andere kamer hiernaast? Oké, hier is niks meer. Ik hoop dat we ze allemaal te pakken hebben, maar oh my god. Nee, die baby is weg ineens. Wat de hel? Ik wist dat hij hier was. Of is hij veilig? Ik weet het niet. Maar in ieder geval laten we heel gauw wegwezen hier. Want niks meer te zoeken. Ik denk dat we nu naar de volgende stad moeten gaan. Dat is denk ik het veiligste om te doen. Dus ja, waar we er uiteindelijk uitkomen. I don't know. We gaan zien waar we stranden. Maar ja, we gaan gewoon lekker op reizen. Ik zeg je eerlijk, ik ben zo beroerd nu. Door alles wat er nu gebeurde, ben ik zo beroerd geraakt. Ik kan er niks tegen. Ik weet het gewoon niet anders te zeggen. Maar ik voel me niet best, kan ik je vertellen. Oké, maar waarschijnlijk moeten we hier naartoe. En hier kunnen we, als het goed is, koning Gingerbread vinden. En die gaan we moeten verslaan, mensen. Ik denk dat het best is om te doen. Dus laten we koning Gingerbread gaan verslaan. Oh mijn god, oké, het is wel heel donker hier trouwens. Maar maakt niet uit, we moeten gewoon de koning zien te verslaan. Want dat is wel belangrijk. Zodat als de koning hier is, dan hebben we tenminste alles, weet je wel. Ik wil toch geen probleem hebben? Daar heb je helemaal geen zin in, geen tijd voor. Nee, gewoon echt niet. Oké, dus zijn we hier aangekomen en ik denk dat we de Gingerbread moeten zoeken. Oké, koning Gingerbread, waar ben je dan? En hey, don't eat me. Wat als jou wel eten? Ah, lekker. Toch niet, hè? Helaas. Oké. Oh nee, daar is hij. Sst. Gaat hij me zien? Ik hoop het niet, hè? Dit is de koning, man. Oh nee. 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 Oh my god. Dit meen je niet. Oh. Oké, we hebben in ieder geval koning Gingerbread neer, mensen. Dit was de koning. Mensen, like deze video. Abonneer op het kanaal, belletje. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.